Collega's, leerlingen, wonen in Nederland de Nederlandse stad. Tijd voor een nieuwe videoles. Hoe hebben de Nederlandse steden zich ontwikkeld en waar gaan ze in de toekomst naartoe? In de industriële revolutie in Nederland van ongeveer 1850 begonnen de steden te groeien. Er kwam industrie, het werd er drukker, er kwamen arbeiders wonen, fabrieken stonden vaak in de stad. Er ontstonden steeds grotere steden. Na de industriële revolutie zijn die steden steeds wat groter geworden. Er kwamen wat dorpjes bij, het groeide wat uit en dan ontstonden agglomeraties. In de periode daarna, in de jaren 60, vooral de jaren 70, is er suburbanisatie ontstaan. Dus mensen gingen buiten de stad wonen en gingen ook forenseren, gingen met de auto heen en weer rijden. Waardoor er ook buitenwijken, maar ook groeikernen ontstonden. En die gingen ook onderling wel wat samenwerken. En dat noem je dan, bestuurlijke samenwerking noem je dan een stadsgewest. Nu spreken we veel meer over stedelijke netwerken. Zeker in de Randstad van Nederland hangen al die steden met elkaar samen. Het is eigenlijk heel gek dat ze nog steeds allemaal aparte gemeentes zijn met een apart bestuur. Dat maakt het ook heel moeilijk om Nederland te besturen. Nou, de steden in Nederland bestonden natuurlijk al langer, heel lang geleden al. Stadsrechten, oude historische steden, dit is dan een beeld daarvan, Delft. Historische gebouwen, allemaal anders. Leuke plek om te zijn. In de industriële revolutie moesten de arbeiders natuurlijk ergens wonen. En daar werden meestal behoorlijk slechte huizen voor gebouwd. En die zijn inmiddels al lang weg, gesloopt. Waren ook niet goed. En soms werd er op een sociale manier gebouwd. En dit is dan een voorbeeld van een hofje. Piepkleine huisjes, maar dan wel zo goed mogelijk voor arbeiders. In sommige steden die wat meer geld hadden, en Den Haag was daar één van, want we haalden het geld uit Indonesië, werden behoorlijk wat mooie huizen gebouwd. Zo ongeveer 1880, 1890, 1900. In de neo-renaissance stijl. En dan krijg je dit soort straten. Ze vallen wel op, want ze bevatten toch vrij weinig groen. Straten met voor- en nadelen zijn wel heel populair. Even buiten de stad in Rotterdam, daar krijg je in diezelfde periode best wel nette arbeiderswoningen. Waar afhankelijk van de industriële onderneming, meestal zijn dat mensen, gewoon families. Die wilden nog wel eens wat goeds doen voor hun arbeiders en dan werden er dit soort wijken gebouwd. Ik geloof dat dit 1922 is. En dit is iets later, ik denk 1930. En dit zijn natuurlijk de huizen, dit is in Dordrecht overigens. Maar dit lijkt heel erg op de huizen in de buurt van het Zegbroek College. En zo krijg je een beetje een gevoel van hoe die huizen eruit zagen, hoe ze zich ontwikkelden. Kenmerkend voor die periode zijn de glas- en loodramen die je hierboven ziet. Na de Tweede Wereldoorlog was er ontzettend tekort. Woningnood. En toen is men gaan bouwen, snel, veel. Kleinere huizen op elkaar, de flatjes van de jaren 50 en 60. In dit geval Morgenstond. Hier nog een voorbeeldje van huis in Morgenstond. Deze is niet gerenoveerd, maar dat doen ze ook. Je kan het geloven of niet, maar de oudere wijken van Den Haag, dit is bijvoorbeeld Koningsplein in het Zeeheldenkwartier, die waren in de tijd van de jaren 70, 80 behoorlijk verpauperd. Het was niet heel erg fijn om daar te zijn. Het was daar vies. Er zaten nog allemaal oude fabriekjes ook in. Die inmiddels natuurlijk op bedrijfsterreinen zitten. Maar oorspronkelijk zaten die in de binnenstad vanuit de industriële revolutie. En ook het verkeer maakte natuurlijk de steden heel moeilijk leefbaar. Dus het waren geen fijne plekken om te zijn. Inmiddels woont daar natuurlijk allerlei mensen met geld. Dat wordt gentrification genoemd. En de gentry, de rijkere Nederlander in dit geval, wil natuurlijk best wel wonen waar leuke tentjes zijn, waar je op het terrasje kan zitten, waar de binnenstad in de buurt is, waar de huizen groot zijn. Het opknappen van de huizen, dat doet hij natuurlijk zelf wel. Kijk, zo, dit soort straatjes, hè, dit is dan geloof de Koningsstraat, weet ik niet helemaal zeker. Maar ja, het is niet populair geweest in mijn jeugd. Ik was jong in de jaren 70, maar het is nu wel heel populair. Alle waarderingen die mensen geven van een wijk, soms objectief, hoeveel misdaad er is, hoe schoon het is, hoeveel verkeer er is. Soms subjectief, ik voel me hier niet thuis, want ik vind de mensen niet aardig. Dat kan allemaal worden uitgedrukt in een leefbaarheidscijfer. En hier zie je dan het leefbaarheidscijfer van Amsterdam. En dan zie je dat bepaalde wijken gewoon niet zo goed scoren. Andere wijken juist weer heel erg goed. En
zo zie je eigenlijk al een zeker ruimtelijke verdeling van tevredenheidsgevoel. En het is ook niet helemaal toevallig dat het ook een ruimtelijke verdeling qua inkomen en misschien ook wel een concentratie van bepaalde bevolkingsgroepen is die dat waarderingscijfer beïnvloeden. Waarom geven mensen een laag cijfer voor hun wijk? Nou, bijvoorbeeld, je ziet hier het opgezomd. Jongeren die op een onprettige manier rondhangen op straat. Dat het vuil wordt op straat. Dat je met mensen woont die anders zijn dan jij en dat je ook niet echt begrijpt. En nou ja, dat soort dingen kan natuurlijk. Hier zit natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje de segregatie in de samenleving achter. Hè, de ruimtelijke en ook maatschappelijke segregatie. De nieuwe Nederlanders, de oude Nederlanders, de spanning die ertussen zit, zie je eigenlijk uit dit plaatje wel terug. En hier heb je dan die ruimtelijke segregatie in Amsterdam. Hè. Waar zijn nou de zwarte scholen, waar zijn de witte scholen? Waar is nou de niet-westerse allochtonen oververtegenwoordigd? Waar zijn dat er niet zoveel? En dat alles hè, geeft een bepaald beeld van etnische wijken en ook ruimtelijke segregatie. En spanningen ook. Het is natuurlijk niet echt fijn. Het liefst zouden wij in Nederland, denk ik, een goed geïntegreerde samenleving hebben. Om dit beter te kunnen omschrijven leggen ze ook wel buurtprofielen aan. Hè. Wat zijn nou de kenmerken van die wijk, inkomen van de inwoners, waar komen ze vandaan? En zo krijg je een bepaald idee van wat er in zo'n wijk woont. En dan in positieve zin wat je er zou kunnen doen om ze te helpen, de situatie te verbeteren. Of als de situatie goed is om dat zo te houden. Buurtprofielen. Ik maak even een uitstapje naar Amerika. Dit is de verdeling van de inwoners van Chicago. Nou, die zijn behoorlijk gesegregeerd. Hè. Alle blanken wonen dan hier en daar. En de zwarten, de Afro-Amerikanen, die wonen dan hier. En de Aziaten wonen hier. En ze komen allemaal bij elkaar. Er zitten natuurlijk positieve kanten aan. Hè. Je woont bij je eigen mensen. Je hebt dezelfde eetgewoontes. Wellicht dezelfde religieuze achtergrond. Je voelt je daar misschien geaccepteerd. En misschien word je ook wel niet geaccepteerd als Afro-Amerikaan als je daar gaat wonen. En dat geldt misschien ook voor de Hispanics. Dus positieve en negatieve kanten van ruimtelijke segregatie. Nergens is het zo sterk als in Chicago en veel andere Amerikaanse steden. Die begrippen moet je gewoon goed kennen natuurlijk, dat snap je wel. Een hele andere manier om naar de stad te kijken is de economische betekenis van de stad. Dit zijn dan negen door iemand geïdentificeerde groeisectoren in Nederland waar veel geïnvesteerd wordt, veel innovatie is. Nou, je ziet dat ik zal het even langslopen, high-tech industrie zit vooral in Brabant aangevoed. Dat zit natuurlijk vooral in het landelijk gebied. Wageningen is daar een beetje voor. Water, nou, watermanagement, dat zit overal. We hebben overigens tegenwoordig natuurlijk waterproblemen. Hè? Dus we verkopen onze eigen problemen. Nou, energie, duurzame energie, dat groeit heel sterk. De tuinbouw in het westen van het land, de chemie. De Rotterdamse haven, de creatieve industrie, wellicht moet ik Amsterdam dan noemen. Logistiek en vervoer, Rotterdam. Life sciences, nou ja, Leiden zou je aan kunnen denken. Je zou kunnen denken aan bestuur. Hè? En hier 1,5 miljard, ik weet niet, dat zijn investeringen. Dus het is eigenlijk een plaatje van hoe een geldpot verdeeld wordt over bepaalde sectoren. Is het echt heel verstandig om het allemaal aangevoed te doen? Ik betwijfel het, maar ze hebben een hele goede lobby en politieke vertegenwoordiging. Dus nou ja, dat zou ermee te maken kunnen hebben. Nou, een beetje een vaag plaatje uit het boek, maar dit moet dan een science park in Delft voorstellen. Nou, ik zie het op elkaar gestapelde containers, maar goed. Het idee is wel dat in een science park bedrijven, universiteiten in dit geval, samenwerken met bedrijven om dingen, nieuwe producten op de markt te zetten. En ik weet toevallig dat ze in Delft bezig zijn met een auto die echt in belangrijke mate op batterijen loopt, die je dan ook in zeer belangrijke mate kan opwekken met op het dak gemonteerde zonnepanelen of in de auto zelf gemonteerde zonnepanelen. Lightyear heet het merk. En nou goed, dat soort start-ups komen dan uit science parken zoals de TU Delft. Maar je hebt het ook in Leiden. En ook Brainport Eindhoven staat er wel bekend om. Dus het zit eigenlijk overal wel. En nou, een belangrijke economische motor, ook voor de toekomst. Waar zit nou die creatieve industrie en wat is nou de creatieve industrie? Nou, dan moet je bijvoorbeeld denken aan een bedrijf als Endemol, wat dit visieprogramma's maakt. Een bedrijf als G-Star, wat kleding ontwerpt en ergens anders laat maken natuurlijk, waar het goedkoper is. Een bedrijf als Guerrilla Gaming, waar echt wel internationaal bekende computerspelletjes worden gemaakt. Daar is best veel geld mee te verdienen.
Een bedrijf als Layer, wat in augmented reality doet, ook een soort spelvorm. En ICT zelf natuurlijk. En hier zie je het percentage in de totale werkgelegenheid van Hilversum. Nou, Hilversum is natuurlijk de televisiestad van Nederland nog. Dat neemt wel af, maar 1 op de 3 mensen in Hilversum werkt dus eigenlijk in die industrie. Amsterdam is ook groot en nou ja, je ziet dat het vooral de grote steden zijn die hier... In Nederland is het niet zo heel groot, snap je? Het is afhankelijk van waar je zit. Nou, steden moeten duurzamer. Dat heeft met waterbeheer te maken, maar ook met energie. Hier zie je dus dat er ook steeds meer zonnepanelen in steden worden aangelegd. Goed openbaar vervoer is gek genoeg ook een duurzame trek. Hè? Elektrische trams zijn natuurlijk veel beter voor een stad dan autoverkeer. Dus ook dit is een onderdeel van verduurzaming van een stad. Sustainable city. Hier een plaatje uit het boek waarin ze even wat dingetjes langslopen. Nou, hoe je met je afval omgaat, dat is natuurlijk wel belangrijk. Hè? Dat kan je hier zien. Dat weet ik, snap ik niet. Smart society, ik heb geen idee. Misschien dat mensen goed met elkaar omgaan en dat je dat op een goede manier doet. Nou, dit zou kunnen betekenen dat je ook wat thuis werkt en niet alleen maar op de weg zit. Nou ja, ik weet niet, het is overal staat smart voor, maar voor mij is het dan nog niet zo heel duidelijk wat er dan zo smart aan is. Smart care, nou ja, dat is natuurlijk wel, het is wel actueel, want we hebben natuurlijk veel te weinig personeel. Dus je zou kunnen gaan nadenken, kunnen we consulten niet gewoon online doen, dat soort dingen. Dat wordt dan smart genoemd. Je kent allemaal die parkeerapp wel, maar dit is dan een app voor blinden om te helpen je te oriënteren in een stad die je niet kent. En dan, ja, dus dat zijn allemaal hulpmiddelen die een city, een stad, smart kunnen maken. En die andere dingen die we net gezien hebben, kunnen een city sustainable maken. Daar gaat veel in gebeuren, let me op. Even naar Nederland, even naar de Randstad. En dan beginnen we eigenlijk even in het groene hart van de Randstad, namelijk het groene hart. En dat is, dit plaatje laat eigenlijk het allerbeste zien wat het groene hart eigenlijk is. Het is een moeras, een wetland. Het is eigenlijk het gebied waar de Rijn zijn water in principe eerst loost voordat het in zee terechtkomt. Omdat ja, een rivier in een delta moet natuurlijk ruimte voor zijn water hebben. Dat is nu niet meer zo. Het zijn eigenlijk oude moerassen van de Rijn. We hebben ze drooggelegd en hier zie je nog een stukje wat niet drooggelegd is. De Nieuwkoopse plassen en de veengebieden die erbij horen. En de belangrijkste functie van het groene hart is dus ook water. Het opslaan van water. Als je deze akkertjes die allemaal veengrond zijn niet nat genoeg houdt, dan gaan ze CO2 uitstoten. En als je ze wel nat genoeg houdt, dan gaan ze CO2 binden. En dat zou je eigenlijk op veel meer plekken in het groene hart moeten doen. Op dit moment zit natuurlijk nog die veehouderij, de melkveehouderij, waar natuurlijk veel om te doen is rondom stikstof. Je volgt het nieuws ongetwijfeld. En natuur, er zit natuurlijk ook veel natuurwaarde in die gebieden. Vooral in zo'n gebied als dit, want dit is namelijk eigendom van natuurmonumenten. En die beheren dat dan ook op een manier die zo gunstig mogelijk is voor natuur. Alleen wat ze niet in de hand hebben is de stikstof die van buiten het gebied inkomt. Nou, dan weet je ongeveer waar het over gaat als het gaat over stikstof. Nou, de Randstad is niet een geheel. Het heeft, denk ik, zelfs iets meer dan 50 gemeentes nog steeds. Het heeft 3 provincies. En het is qua omvang echt niet zo groot. Chicago is net zo groot ongeveer. En dat heeft 1 burgemeester, dus er zitten rare dingen in. We hebben wel hele gekke verschillen. Hè? Deze 4 plaatjes zijn een beetje kenmerkend voor het karakter van de Randstad. Je hebt het vaak over de Noordvleugel. Dan heb je het over Amsterdam en Utrecht. Waar toch meer ja, kantoren, universiteiten, kennis, creativiteit een beetje overheerst. Nou, Rotterdam is natuurlijk trots op zijn Erasmusbrug, maar vooral op zijn haven. Hè, en transportsector. En Den Haag is dan de stad van internationale vrede en veiligheid. Ook echt wel een belangrijk onderwerp waar wij op school ook heel vaak iets mee doen. De Elsemiek de Borstlezing bijvoorbeeld. En wat zit er nog meer in dit deel van Den Haag? Nou ja, dat hebben we het ongeveer wel gehad. De regering zit daar natuurlijk ook. Nou, de Rijksoverheid die ging vroeger echt helemaal over de ruimtelijke ordening. Die maakte ook nota's. De Finex-nota bijvoorbeeld, de vierde nota ruimtelijke ordening, bepaalde de overheid dan waar woningen moesten komen. Maar de Rijksoverheid heeft zich een beetje teruggetrokken. Dus nu worden er wat nota's geschreven. Waar moet de Randstad nou naartoe in 2040, dat is bijvoorbeeld zo'n nota. Nou, je ziet een beetje de beelden en dan wordt dit eigenlijk de Zuidvleugel genoemd en dit heet dan de Noordvleugel. En met allemaal pijltjes en dergelijke
geven ze dan aan wat ze nou eigenlijk willen met die regio. Ik zal het even laten zien. Ze willen in die plannen van 2040 dus een bepaalde bereikbaarheid versterken. Nou, dat is natuurlijk overal. De verbinding tussen die beide vleugels willen ze versterken. Nou, dit is een metropolitaans park. Nou, dat is dus een groot park in het midden van een heel groot stedelijk gebied, een metropool. Nou, bepaalde verdichtingen, versterkingen, dat is wat ze hier opschrijven. En het is natuurlijk ontzettend abstract, maar als je goed opstudeert kan het wel wat minder abstract worden. Bijvoorbeeld de klimaatbestendige groen-blauwe delta, dat is natuurlijk het groene hart, daar gaat het over het versterken van de kust. Zullen we even kijken naar het geheel nog een keer. Nou ja, het versterken van de groen-blauwe delta is dus het groene hart versterken, dat is dit gedeelte. Ja, dat kun je ook niet echt behoorlijk bouwen. Dus tenzij je heel dom bent, ga je dat natuurlijk gewoon goed ontwikkelen. En ik moet zeggen, dat gaat de laatste tijd best goed. Nou, hoe staan we er economisch voor? Je hebt natuurlijk het Randstadgebied. Hè, hier met in die cirkel alle belangrijke dingen van de Randstad. Nou, wat voor soort begrippen gebruiken ze daarbij? Mainports, nou, dat is hier. Schiphol is een mainport. Was een mainport totdat het personeelstekort toesloeg. De Rotterdamse haven is een mainport. Nou, meer mainports hebben we blijkbaar niet in Nederland. We hebben een brainport, dat zijn de universiteiten. Ik zie hier, zeg maar, brainport Eindhoven. Maar ja, waarom ze de universiteiten van Rotterdam, Delft, Leiden, Amsterdam daar niet toe rekenen? Maar geen idee. Zeehavens, nou oké, Amsterdam heeft er eentje, Rotterdam heeft er eentje. Greenports, dat is eigenlijk een mooie naam voor intensieve landbouw. Hier zit bijvoorbeeld de bollenteelt, hier zit de glastuinbouw, hier zit de boomteelt. Allemaal op dit moment niet duurzame activiteiten, moet ik helaas eerlijk zeggen. Maar wel economisch van belang en ook voor de werkgelegenheid van belang. Een nationaal stedelijk netwerk, nou natuurlijk Groningen, Assen, hier de Achterhoek. Dus er zijn er wel meer dan alleen maar de Randstad. Even wat groter, even wat uitzoomen als je kijkt naar heel Europa hebben we een paar grote stedelijke kernen met een verstedelijk platteland. Dat geldt natuurlijk ook voor ons, hè, want in feite is dit deel natuurlijk geen platteland meer. Als je de Randstad als geheel neemt, zijn we best groot. Hè? Maar dan nog steeds zit er het wonderlijke bestuurlijke verschil tussen hier is één burgemeester, hier is één burgemeester en die zijn het er 55. Nou, ik zeg niks meer. Nog even hoe je het ook kan zien. Hè. Je kan ook wat groter kijken. Dit plaatje is niet bedoeld om duidelijk te zijn. Maar hier kan je wel heel duidelijk zien dat je ook kunt zeggen, nou, ik wil dus de Randstad in verband brengen met Brabantse industrie, maar vooral ook in België. Hè. Dit is misschien de stedelijke zone die van belang is en niet alleen maar dit. Nou, dat iets groter denken, dat is denk ik ook heel belangrijk. Ja, we gaan nog eventjes terug naar de suburbanisatiefase. Hè. Dus in de jaren 70, 80 gingen mensen de stad uit. En toen is Den Haag wat groter geworden. Maar op een gegeven moment was er ook niet genoeg ruimte. En toen hebben ze gekozen voor gebundelde deconcentratie. En dat betekent dat ze een groeikern hebben aangewezen, Zoetermeer. En dit is een luchtfoto van Zoetermeer. En Zoetermeer is dus suburbs geworden. Eerst een flatwijk, later eengezinswoningen. Later weer modernere appartementen, heeft een eigen centrum gekregen, heeft eigen bedrijfsterreinen, een eigen industriegebied. En is daarmee eigenlijk een soort, zoals ze in Amerika noemen, edge city geworden. Maar wij noemen het dus een groeikern. En de mensen die daar gingen wonen waren natuurlijk gewoon mensen uit Den Haag. En die gingen dan naar hun werk met de auto of met de trein forenseren. Hier zie je zo'n Amerikaanse edge city, hè, dat is natuurlijk op Amerikaanse schaal altijd nog wat groter. Die suburbs zijn ook altijd heel veel groter. Zo groot dat je het aan gaat duiden van stedelijke, alsof er een schimmel over de streek gaat. In Amerikaans urban sprawl. En dan komen die suburbs ook heel ver van de binnenstad te liggen, waardoor ze een eigen winkelcentra, eigen werkgelegenheid krijgen. En dan lijkt het wel wat op Zoetermeer. Amerika staat ook bekend om zijn etnische wijken. Hè? Dit is dan Chinatown in San Francisco. Maar ga eens in Den Haag kijken en kijk eens naar etnische wijken. Die hebben wij ook. Er zijn wijken waar je gewoon je in Turkije waant. En wijken die helemaal blank zijn. Dus die hele etnische segregatie, ook die ruimtelijke segregatie, die je in Amerika natuurlijk ongelooflijk sterk ziet, die is toch niet helemaal afwezig in Nederland. En dat zijn dingen die we eigenlijk niet willen. Hè? We lieten net al zien van Amsterdam, zwarte scholen, witte scholen, dat zijn toch dingen die ons niet echt helpen in het doel wat we hebben, namelijk één Nederland waar iedereen
gelijk is, gelijke kansen heeft. En daar moeten we nog hard aan werken. Nog over Chicago. Dit zijn twee plaatjes van Chicago. Ik zal je even helpen. Het gaat hier om het inkomen. De hoogste inkomens die zitten hier in 2000. En even kijken, 1996 zaten hier hoge inkomens. Want dit waren echt de suburbs waar de blanken wonen. Hier zaten nog hoge inkomens. En hier, nou, het is eigenlijk ook etnisch. Want de lage inkomens, dat zijn de Afro-Amerikanen. En in 2014, dus een jaartje of 20 later, zie je dat heel veel rijkere mensen hier naartoe gegaan zijn. Dus dat zijn ook waarschijnlijk toch voornamelijk blanken met geld. Die hebben besloten daar te gaan wonen en die zijn daar de boel gaan opknappen. En dat hebben we ook eerder gezien van Den Haag, van het Koningsplein. Dat is gentrification. De laatste sheet gaat over global cities. Global cities is een term bedacht door Saskia Stassen, geloof ik. Een Duitse econoom of een Duitse stedenbouwkundige. Ik zeg het allemaal niet goed, maar zoiets was het. En die zei van ja, er zijn een paar steden, en hier zijn er dan 25 opgezomd, die gewoon mondiale invloed hebben. Die zijn zo economisch van belang dat ze mondiale invloed hebben. Of het is politiek enorm belangrijk, die stad. Of het is cultureel echt toonaangevend. Of er is, en dat zijn de twee nieuwe termen, want deze eerste drie die zijn eigenlijk traditioneel, die staan ook in het boek. Dat steden zijn waar informatie een grote rol speelt. Dus een knooppunt van netwerkverbindingen bijvoorbeeld. Human capital ook. Daar wonen gewoon mensen die wat kunnen. Waar je wat mee kan. Nou, en dan zie je dat in die ranking New York helemaal bovenaan zit. Londen op 2. Die zal wel wat gaan zakken. Want het gaat niet zo geweldig goed met Engeland. Parijs hoog. Amsterdam staat er ook tussen daar. En dan gaan we eens even met elkaar doorlopen. Wat zou nou de economische invloed van New York kunnen zijn? Nou, een grote haven, enorm, de Wall Street. Hè? Wall Street, niet alleen economisch, maar in feite is het ook bijna cultureel bepaald. Het heeft gewoon te maken met... En het is denk ik ook politiek belangrijker dan je denkt. Het is wel niet de hoofdstad, maar de Verenigde Naties zit er, de Wereldbank zit er. Dat zijn allemaal instituten die heel veel politieke invloed hebben ook. En Londen heeft dat natuurlijk ook. Hè? De Engelse regering, de economie, de City of London, de financiële sector. Parijs, ook de hoofdstad van Frankrijk en dat soort dingen. Dus die zijn wel duidelijk. Nou, Hongkong is natuurlijk niet zo heel erg belangrijk, politiek, maar economisch heel erg belangrijk. Cultureel is het niet belangrijk. Dus deze staat er toch vooral economisch in. Dat kan je ook zien aan de business activity. Hongkong, hele grote business activity. Human capital is daar ook heel erg belangrijk. Informatie exchange is belangrijk. Dus als ik nou deze, die en die niet zou doen en alleen political is het niet zo groot. Zie je, het verschilt per keer. Nou, wat doet Amsterdam nou vooral? Er zit best veel handel. Human capital scoort niet zo hoog. Veel informatie exchange volgens deze indeling. En veel cultuur is die ook belangrijk. Dat is ook zo, want dit is echt een merk. Iedereen kent dit. Nou, is dit een bepaalde ranking van een bepaald instituut die vindt dat dit belangrijk is? En ze proberen elkaar altijd de loef af te steken. Dus als je alleen maar baseert op die en deze nog buiten beschouwing laat, dan krijg je natuurlijk een andere ranking. Maar deze bron wil vooral human capital benadrukken, want dat ook heel belangrijk is voor een grote internationaal mondiale stad die heel veel invloed heeft op de wereld. En hoeveel informatie er doorheen gaat is ook heel erg belangrijk. En daar ben ik het wel mee eens. Dus dit is een interessant nieuw ding. Oké, nou, dat was in vogelvlucht wat je van de Nederlandse steden moet weten. Ik heb een beetje de Amerikaanse steden erbij gehaald, want dat moet je als VWO-leerling ook weten. Als HAVO-leerling toevallig niet, maar het is nooit erg om iets meer te weten dan je eigenlijk moet weten. Nou, je hebt ook allemaal zo'n boek, hè? Of het nou welk boek het ook is, bestudeer dat ook. En je docent gaat ook dingen uitleggen. Het is allemaal een kwestie van selectie. Wat is nou echt belangrijk? Wat kun je verwachten op zo'n eindexamen? Dat kunnen wij natuurlijk niet allemaal met 100% zekerheid voorspellen. Maar we doen ons best en ik hoop dat dit filmpje je enigszins kan helpen. Tot een volgend filmpje.